Hier is de Pieterskerk. Welkom allemaal! Het is vandaag feest. Welk feest? Het feest van vrede. Voor allemaal. Oké, ik ga jullie het kerstverhaal vertellen. Oké, wij doen mee. Fantastisch. Ik begin met een droom. Kerst begint altijd met dromen. Er is een meisje. Een beetje groot meisje, jonge vrouw, die gaat dromen. Die heeft een hele mooie droom. En haar vriend, die heeft ook een droom. Ik ga zo vertellen waar ze over dromen. Ze zijn hele leuke dromen. Weet jullie wat dromen zijn? Droomt iemand van jullie wel eens een keertje? Ja. Ja, jij, wat droom jij over? Nou, vaak kan ik ze niet worden. Dat weet je niet meer. Soms kan ik nachtmerries nog wel. Oh, nachtmerries ook. Oh, dat zijn enge dromen. Oh, wie heeft wel eens een leuke droom? Ja? Gewoon leuke dingen. Gewoon leuke dingen, hè? Dus jullie weten wat dromen zijn? Ja. En soms weet je ze, soms weet je ze niet. Ja, toch? Ja. Weet je wat nu het leuke is van de kerst? Dat die man en die vrouw, die vrienden van elkaar, ze zijn ook lovers, ze houden van elkaar, die dromen hetzelfde. Dat is apart, hè? Ze wonen nog niet bij elkaar, maar ze dromen hetzelfde. Het gaat alle twee, gaat hun droom over een kindje. Ze houden heel veel van elkaar en ze denken, nou, als je zoveel van elkaar houdt, dan is het wel fijn om ook een kindje te krijgen. Daar dromen ze alle twee over. Nou, wat zouden jullie dromen? Niet een kindje natuurlijk. Maar wat zouden jullie dromen, denk je? Ja? Ik droom zo dat mijn kat een milkshake maakt. Je kattenbeeldje, maar en jij? Ik heb een keer gedroomd dat mijn hamster zit van een tijdje van de fles is gekropen toen die, dat hij dan in het water ging zwemmen. Prachtig, hé. Nog eentje. Ja? Ik heb wel eens gedroomd dat alle feestdagen op één dag waren. Nou ja, dat zou wel jammer zijn, dan heb je maar één keer vrij. En wat denken jullie dat grote mensen dromen? Denk je dat grote mensen ook wel mooie dromen hebben soms? Ja. Ja? Waarover denk je dat ze dromen? Ja, jij? Misschien over dat ze veel geld hebben. Veel geld, ja. Misschien. Ja. Dat mama een perfect huis wil. Een perfect huis wil. Ja, en jij? Dat mijn vader een perfecte baan krijgt. Oké, alles perfect. Jullie hebben, denk dat mensen mooie dromen hebben, hè? Jij misschien ja. Dat ze in loterij winnen. Ja, zoiets, ja. Hey, voordat we dit gesprek hebben, horen de mensen, I am dreaming of a white Christmas. Weet iemand wat dat betekent? Nee. Ja, zeg maar. Ik droom van een witte kerst. Ja, van een witte kerst. Dat is natuurlijk wel leuk, hè? Witte kerst. Maar hebben jullie dat al een keertje meegemaakt? Ja. Ja? Oké, fantastisch. Ja, het is niet zo heel vaak een witte kerst. Maar ik ga vaak met kerst naar Oostenrijk. Oké. En denken jullie dat er iets is wat alle grote mensen en alle kinderen hetzelfde dromen? He, want die twee die dromen hetzelfde. He. Je weet hoe ze heet het verhaal, Jozef en Maria. Die dromen hetzelfde over een kindje. Zou er iets zijn waar alle grote mensen tegelijk over dromen? Wat denk jij? Over dat er een heel groot feest is van de grote mensen. Dat er een heel groot feest is van de grote mensen. Daar kun je heel mooi van dromen. En jij? Dat ze de kinderen heel lief vinden. Prachtige droom, ja. Dat ze heel gelukkig zijn. Dat ze heel gelukkig zijn. Al die dromen, die kun je met één woordje samenvangen. En dat is wat jullie net zeiden. Vrede. Vrede is al het mooiste wat er is. Geen ruzie. Gezellig bij elkaar zijn. Respect. Liefde voor elkaar. Daar dromen ze van in de kerstnacht. En nu gaan jullie voor ons zingen. O Dennenboom. Ga je gang.
Zou je, dan gaan we nou naar het tweede gedeelte van het verhaal. We hebben het gehad over dromen. Over angstige dromen, ook over leuke dromen. Denk je dat dromen vanzelf gebeuren eigenlijk? Wat vind jij? Ja, ik denk het wel. Als je slaapt, dan gaat je over iets denken. Dat ja, vanzelf. Ze komen vanzelf, hè? Ja. En ik bedoel ook te vragen, denk je dat als je iets moois droomt, dat het dan ook vanzelf echt wordt? Wat denk jij? Nou, bij sommige dromen is het mogelijk, maar je kan ook dromen hebben dat in de echte wereld het onmogelijk is. Ja, dat kan je dromen wat onmogelijk is. En als je nou iets droomt wat mogelijk is, gaat het dan vanzelf? Nee, dat zie jij? Nee. Jij, wat dan? Nou, want soms gaat het toch niet vanzelf, maar je kan ook dingen dromen, bijvoorbeeld. Het is wel een beetje raar om te dromen dat je de volgende ochtend gaat steppen en daarna dat doen en dat kun je dan. Ja, dan kun je dromen, ja. Maar je moet er wel iets voor doen natuurlijk. Hè? Als jij droomt dat je gaat steppen en je blijft op bed liggen, nou, dan gaat het niet lukken natuurlijk met die droom. Hè? Dus die twee van de kerst, Jozef en Maria, die man en zijn vriendin, die dromen van een kindje. En ja, dan ga je bij elkaar wonen natuurlijk. Maar er is een probleem. Ze denken het gaat nooit wat worden met die droom. Want net als ze bij elkaar willen gaan wonen, dan komt er een politie langs. En die zegt, jongens, jullie moeten allemaal hier vandaan. En jullie moeten allemaal naar een andere plaats toe. Schikt helemaal niet. Ze willen net samen gaan wonen. En waarom moet dat dan? Nou, de keizer. Weet je wat de keizer is? Ja, natuurlijk. Ja, de keizer wil iedereen tellen. En je moet je laten tellen waar je opa en oma hebben gewoond. Ja, dat is lekker makkelijk. Als ze om de hoek hebben gewoond, is er niks aan de hand. Maar als ze nou ver weg wonen. En laat dan toch de opa en oma van deze twee ver weg wonen. Dus die twee dromers die zoveel van elkaar houden, die moeten gaan reizen. Heel ver. Er is geen vliegtuig. Er is geen auto. Er is geen fiets. Hoe moet je het dan doen, ja? Op een ezel. Ja, je hebt dat verhaal goed. Op een ezel. Dan moet je maar een ezel lenen, hè? Ja, en lopen. Of huren. Ja, en jij? Sam? Of op een paard. Of op een paard, dat kan ook. Wat zou het duurste zijn? Wat denk jij? Een paard. Dat denk ik ook. Het zijn niet zulke rijke mensen. Wat zullen we huren voor ze? Ja? Een ezel. Een ezel gaan we huren, oké. Dat lukt. Oké, dan gaan ze reizen op een ezel. Gelukkig, want er moeten mensen helpen op de droom waar te maken. Dat doen die mensen gelukkig. Fijn, hè? Dat je niet alleen die droom waar maakt. Kom er nog op terug. Gaan ze reizen. Reizen. Een paar nachten wel. Maar Maria, die heeft het kindje in de buik. En die heeft al een beetje pijn in de buik dat het kindje kan gaan komen. Zegt Jozef, hoe lang duurt het nog? Maar ja, je snapt al, soms duurt het heel lang voordat dromen uitkomen, hè? Dat hebben zij ook. En dan zijn ze eindelijk vlakbij waar ze moeten zijn. En dan willen ze gaan slapen. Ja, natuurlijk, je moet slapen. Maar ze kunnen nergens terecht. Alle hotels zijn vol. En ze kloppen aan bij gewoon, nee, geen sprake van, we willen geen zwervers hier. Ja, dat is wat. Waar moet dat kindje dan heen met zijn vader en zijn moeder als ze zometeen geboren wordt? Ja, voordat jullie dat gaan invullen, zijn er bij jullie in de buurt ook wel kinderen die geen huis hebben, denk je? Of nee. Grote mensen? Ja? Ja? Nee, want wij hebben wel huis, hè? In een land waar het meest een beetje gelijk ja. Heeft. Ja, oké. Okay. Ja. Wat denk jij? Nou, ik denk dat sommige mensen wel geen huis hebben. Alleen er is wel een heel grote plek waar alle mensen die geen huis hebben, dan kunnen overnachten. Ja, belangrijk is dat, hè? Dat huis is voor alle mensen. En kennen jullie vluchtelingenkinderen ook? Ja, ja. Wie kent de vluchtelingenkind? Jij? Ik ken niet de vluchtelingenkind, maar ik weet wel dat ze altijd soms naar een ander land moeten. Ja. Zijn ze ook een soort dakloos? Dan zijn ze ook een soort dakloos, hè? Ja. En als je nou een kind bent of een grote man of vrouw en je bent op reis, wat is het dan belangrijk dat je ergens kan slapen, hè? Ja. En als je dan ook nog een kindje krijgt, nou, dan is het helemaal belangrijk dat je droom een huis krijgt om in te wonen.
zodat die kan gebeuren. Nou, moet je eens eventjes hier kijken. Jozef en Maria op kerst, die gaan naar een stal. Normaal staan daar de dieren. En nu in een stal, je zou er echt niet willen wonen. Ofwel, kun je in een stal wonen eigenlijk? Wat vinden jullie van die stal? Is dat een goede plek voor die mensen die onderweg zijn? Ja, wat zit je? Nee, het is geen goede plek, zeg jij. Wat zeg jij? Nee, het is niet. Geen goede plek, waarom niet? Nou, omdat er is een ruzie dak, maar ook het is best wel klein. Het is zo klein, hè? Ja, jij? Ja, ja. Nou, het zou best kunnen, maar het is niet de perfecte plek. Nee, voor een baby. Het zou kunnen. Het is niet perfect, hè? Nee. Je zou er wel kunnen wonen, maar je hebt nergens eten. Je hebt geen eten, nee, precies. Nee. Weet je, als mensen van elkaar houden, kunnen ze overal gelukkig zijn. Denk je dat ook? En die twee van de kerstnacht, die zijn overal gelukkig. En ze geloven zo dat hun droom waar gaat worden, dat ze die nacht lekker in elkaars armen gaan slapen. En nu gaan jullie zingen over mensen die die nacht wakker zijn. Herdertjes, die lagen bij nachten. Ga maar. We hadden het net over de stal. Wie waren er in die stal? Ja, zeg maar. Jozef en Maria. Ja, Jozef en Maria. En wat gaat er bijna gebeuren? Ja? Het kindje. Het kindje. En wat gaat er met het kindje gebeuren? Die wordt geboren. Precies, die wordt geboren. En is dat nou een goede plek om een, als kindje om geboren te worden? Ja, wat vind jij daarvan? Nee. Nee, echt niet, hè? Dan zou je niet geboren willen worden. Maar denk je dat een kindje kan wachten totdat ze weer thuis zijn? Wat denk jij? Nee. Dat gaat niet lukken, hè? Dat kindje, dat kan niet wachten tot ze thuis zijn. Dus dat kindje, je voelt het al aankomen. Al is het in een stal. Al is het er koud. Al hebben ze er helemaal niet naar de zin. Het kindje wordt toch geboren. Mooi, hè? Het kindje is niet tegen te houden. Ik heb als kindje gehoord van een kindje wat geboren werd in een vliegtuig. Of in de bus. Dat kan allemaal gebeuren. En dit kindje wordt in een stal geboren. En weet je wat ik er zo mooi van vind? Dat het toch gebeurt. Ze dromen, de mensen, van een kindje, van liefde. En ze proberen het waar te maken. Maar het is heel moeilijk. En toch gebeurt het. Kerst is het feest van dat het toch gebeurt. Dat al die mooie dromen waar worden. Mooi, hè? Mm-hmm. Nu gaan we luisteren naar Stille Nacht. Thank you.
heb jullie net verteld dat het kindje geboren is. Ik ben benieuwd, hebben jullie ook wel eens een kindje in je armen gehad? Ja? Wie wil dat vertellen? Jij? Hoe was dat? Spannend. Spannend wel, hè? Het was wel een beetje zwaar. Het was een beetje zwaar al? Oh ja. Nee, een jongen. Een jongen, ja. En jij? Ik heb mijn zusje ook een keer in handen. Je zusje, oké. Okay. Ja. Ja. En jij? Een keertje, een kindje van de collega van mijn moeder, ja. Meisje. Ja. Ja, en jij? Een neefje heb ik in mijn handen gehad. En ja. Ik krijg nog een neefje of een nichtje. Je krijgt er nog eentje, oké. Okay. Ja, hey, als het kindje er is, kun je indenken. Zou nou iemand wie zijn kindje het niet is, zo'n kindje ook lief vinden? Wat denk je daarvan? Ja? Ik denk het wel, omdat het kan ook familie zijn. Ja, als familie is of zo. Hey, zal ik jullie een geheimje vertellen? Ik heb een heleboel kinderen in mijn armen gehad door mijn werk. En al die kinderen vond ik lief. Kun je dat voorstellen? Mijn eigen kinderen natuurlijk. Maar als een kind naar je kijkt, zeker als hij een beetje ouder is, als hij naar je kijkt, dan word je een beetje week van binnen. Al is het niet je eigen kind, hè? Ik hou toch een beetje van zo'n kind. Kan je dat voorstellen? Ja, hè? Ja, zo is het echt, hoor. En dat gebeurt ook met het kind van Kerst. Het is wel van Jozef en Maria. Maar er komen herdertjes, nou ja, stevige kerels, hoor. Die komen kijken. En die zien dat kindje. En ze worden helemaal week. Als ik in de ogen kijk van een kind, is een mooi liedje, dan besef ik pas dat ik leef. Dan word ik zo warm van binnen. En die mannen die zingen een liedje voor ze, voor vader en moeder en het kindje. En die gaan vertellen wat ze allemaal aan verhalen over kindjes hebben gehoord. Die zeggen, alle kinderen met elkaar kunnen vrede maken. Geloven jullie dat ook? Ja. Ja? Dat vroegen ze ook aan Jozef en Maria. En toen zeiden die mannen ook nog, weet je, wij hebben gedroomd, ook al gedroomd, ja, wij hebben gedroomd. We hebben gedroomd dat er een groot koor was en dat koor dat zong met elkaar vrede op aarde. Toen dachten ze, nou, als dat zou kunnen, we willen wel graag dat die droom waar wordt. En nu ze bij dat kindje komen, denken ze, dit is het. Zo kan een droom waar worden. Zoals je van een kindje houdt, zo kun je van alle mensen houden. En als je van mensen houdt, dan doe je geen lelijke dingen niet. Dan mop je niet op ze. Dan ga je niet pesten. Als je dat gevoel van binnen hebt, omdat je van iemand houdt, dan ga je vanzelf helpen dat die ander gelukkig wordt. Dat zo'n droom waar wordt. Nou, wat vind je daarvan? Zou dat ons ook lukken? Helpen om die droom waar te maken. Ja, denk jij? Alle mensen op aarde wel meewerken. Ja, alle mensen moeten meewerken. Want zo'n droom die kost veel moeite om waar te maken. Hè? Ja. En wacht jij totdat ze allemaal klaar zijn? Nou, ik ga denk ik zelf veel. Als het echt zo moet, zou ik zelf heel veel actie gaan voeren. Oké, okay. Schitterend antwoord. Denken jullie, ja, denk jij het ook? Ja. Ja. Wat zou je kunnen doen om het waar te maken? Wat kan ik doen? Voor jullie. Dat is voor jullie vrede wordt en mooi. Jij? Nou, ik denk, want in zo'n verhaal, dat vinden wij ook wel fijn, als je dat vertelt. En als je ons dingen geeft die we graag willen. Ja. Dus daarmee help ik jou om een droom waar te maken. Prachtig. En wat kunnen jullie zelf op school doen bijvoorbeeld, om daar een beetje meer vrede te krijgen? Of is gewoon vrede? Wat zou je nog meer kunnen doen? Ja? Wat denk jij dan? Nou, in de klas is er dus ik kan wel een beetje helpen om buurman of buurvrouw even te zeggen, we moeten stil zijn. Je kan helpen, hè? Ja, goed voorbeeld. En jij? Als mijn vriendin heel erg gestrest is, kan ik haar wel helpen met een hoofdmassage te doen. Oh, wat een prachtig voorbeeld. Nog meer leuke dingen. Wat kun je doen voor iemand? Als je dat nu bedenkt, hè? Je denkt even na. Ja. Zorgen dat tegen iemand zeggen dat diegene niet mag gepest worden. Ja. En met de klas erover praten. Ja, dat helpt, hè? Daar geloof ik ook helemaal in. En jij? Nou, als een kind en ik kan ook zo heel vaak snel een woedeaanval krijgen. Oh ja. En dan moet ik altijd helpen. Ja.
Dan probeer je dat een beetje te begrijpen, hè? Nou, hé. Met al jullie mooie verhalen gaat mijn verhaal waar worden. Dat is mooi, hè? Dankjewel dat jullie het willen doen. En jullie gaan nu zingen. En dat wordt Jingle Bell Rock. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we zwaaien. Naar de mensen die naar ons hebben gekeken. We gaan fijne kerst wensen. We kunnen geen kus geven, maar wel een handkus. Zullen we dat doen met elkaar? Fijne kerst allemaal! Nou, tot slot gaan jullie voor ons zingen Jingle Bell Rock. We won't go until we get some. So bring it right here.